dat je kijkt naar een nieuwe vlog van Team Park Vlogs. Team Park Vlogs. Ja. We zijn net aangekomen bij Centerparks Heidebos. Want oh, ik dacht al, waar zijn we nou? Maar we zijn in Heidebos. Ja, want we gaan lekker een weekje op vakantie bij Centerparks Heidebos. Vorig jaar zijn we bij Centerparks Hutteoogte geweest in Drenthe. En dat was ook een hele leuke vakantie. Dat was echt heel leuk. Ja. Als je die vlog wil bekijken, wij zetten de link in de beschrijving hieronder. En ja, dan wordt het een hele leuke vakantie weer. Ja. Ik heb er zin in. Ik heb we gaan veel doen. Dus kijk gezellig mee. Nou, we zijn net in het hotelkamer aangekomen. Want we zitten in een hotel in plaats van een huisje. Daar hebben wij, wij zagen dat en we dachten van nou, dat kunnen we ook wel eens een keer proberen. Misschien is dat minder vochtig, minder stoffig. En we komen binnen en wij keken onze ogen uit. Dus het ziet er gewoon echt netjes uit. Het is vernieuwd. Dus ik zal jullie dadelijk eventjes een roomtour doen door het hotelkamertje. Staat er iets lekkers in? Ik zit nog te kijken. Er staat hier veel lekker in. We zitten nou bij Nonna's. Dit is het pizza restaurant van Centerparks. Dus we gaan lekker pizza eten. Dus, lekker! Nou, wij hebben wel echt genoten van de pizza. Want dat was echt super lekker. Echt ook complimenten aan de chef als jullie dit zien. Echt super lekker. Het personeel was echt grappig. We hebben echt gelachen en het duurde wel wat lang. Voordat er iemand aan de tafel kwam. Maar ja, door zo'n personeel is het wel gewoon weer goed gemaakt. En ja, ik vond het echt lekker. Ik heb echt volgens mij nog nooit zo'n lekkere pizza op. Dus Aanraden, zeker. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Gisteren zijn we nog lekker eventjes wezen wandelen. En toen zijn we lekker gaan slapen. Ja. En nu zijn we klaar voor het ontbijt. Ontbijt. We hebben lekker een ontbijtbuffetje beneden bij Evergreens. Dus dan gaan we lekker eten. Lekker ontbijtje. Ja. En vanmiddag gaan we even kijken wat we gaan doen. Ja, heb je goed geslapen? Ik heb heerlijk geslapen. Echt heerlijk. Echt. Het viel niet tegen. Nee. Jij wel? Ik ook? Nee, ja, ik heb ook goed geslapen. Fijn. Ja. Ja. Nou, op naar het ontbijt. We gaan een spelletje doen. Ja, we gaan weer een spelletje doen, net als vorig jaar. In de game hall. Ja. Altijd leuk zo'n game hall, hè? Ja. En welke ga je doen? Ik ga Candy Crush. Candy Crush? Ja. Oké. Candy Crush.
Lukt het? Nee. Oh. Gewoon die dingetjes. Oh, maar je hebt wel 34 tickets. Ja, wil je grijpen? Wil je... Ik weet niet hoor. Yoshi ligt best goed hoor. Ik zou het een keer proberen. Eén keer al? Ja. Ah, zonde. Ik kom maar één keer. Ah, zonde. Oh, deze, hier was jij goed in. Hier was je altijd goed in. Ja, vorig jaar was je heel goed in Center Parks. Hadden we heel zo'n ding. Toen hadden we ja, echt inderdaad zo'n hele reeks, hè? Ja. Wil je het nog een keer proberen? Nee? Niet één keertje? Nee. Oké, wat wil je dan doen nog? Wij gaan deze proberen, of ja, tenminste Tanisha gaat deze proberen. Hier moet je het licht op tijd drukken. Zo snel mogelijk aanraken, ja. Ja, oké. Okay. Maar ik denk dat het echt moeilijk is. Ja, maar je kan altijd proberen, hè. Daar gaan we. Wow. Oh, joe. Zo, daar gaan we heel snel inderdaad. Yo, 164. Nou, ik vind het knap. Oh, ja, ja. En we hebben nu net een klikklakspel gedaan. Ja, dat is, hoe heet dat spel? Hoe heet dat ook alweer? Ja, ik noem het altijd een klikklak, maar het heet airhockey. Airhockey. En ik ben altijd heel bang voor die, voor die schijfjes, zeg maar. Maar ik heb toch gewonnen op het laatste moment. Ja, maar ik stond eerst voor en toen heb jij me heel hard ingehaald. Ja. Want het was uiteindelijk was het 5-3, hè? Ja, het was 5-3 ja. Voor mij. Nou, ik in één keer, ik wist niet meer wat er gebeurde, joh. Normaal win ik altijd. Nou, nee, maar ik snap er niks van. Ja. Kom nou maar weer van die schommel af. We gaan diertjes kijken. Oh ja. We gaan diertjes kijken. Diertjes kijken? Ja. Welke diertjes? In Jungle Dome. Je hebt op Center Parks Heidebos heb je een Jungle Dome. En dat is een soort, ja, hoe kan ik het uitleggen? Nou, het is een koepel. Een soort tropische hal. Ja, tropische hal. Ja. Goed zo. Ja, daar was ik naar op zoek. Een tropische hal met allemaal dieren, vogels. Zitten daar ook vlinders? Klemducellen, ja, weet ik niet eigenlijk. Oh. Dus dan gaan we even een kijkje nemen. Kijk dan hoe schattig. Een beetje aan het spelen, aan het stoeien. Wij gaan midgetgolven. Ja, vorig jaar hadden we binnen met al die leuke dingen. Nou, ja, al die effecten en zo. En nu hebben we een keer buiten. Maar dit ziet er ook leuk uit. Deze is te doen nog. En Tanisha gaat winnen. Nee. Ik ga winnen. Deze keer. Of wie had er de vorige keer eigenlijk gewonnen? Geen idee. Nee, ik heb ook geen idee. Maar ja. Ik ga deze keer sowieso winnen. Tanisha gaat nu als eerste. Nou, eens kijken of dat goed kan nog. Moet helemaal naar daar. Ja, precies.
Oh, we volgen het balletje en het balletje gaat naar de hoek. Van de ene hoek naar de andere. Oh, hij rolt helemaal terug, joh. Ze kan er natuurlijk niks van. Ik kijk maar naar mij dadelijk. Dat kan ik veel beter. Let maar op. Ja, dat was de derde alweer. Nou moet je de vierde doen. Moet zo min mogelijk, hè? Is dit de vierde al? Dit wordt de vierde al. Nou, als je zo doorgaat, dan red je de acht wel. Hou nou eens je mond. Nou komt hij omhoog. Dus, nou, die vond ik nog vrij goed, maar hij rolt helaas weer terug voor jou. Wat is dit, zes, hè? Ja, zeg maar ja. Nee, niet grappig. Ik weet niet meer. Dit was zes. Nee. Je had net vijf. Net vijf. Nou heb je SBS 6. Ik ben niet vervelen, hoor. Nee, echt niet. Anders mag je nog een keer extra van mij. Dat mag wel. Oh. Wow. Nou oké. Okay. Dat ging wel goed. Je hebt geen extra keer nodig. Ja. Toch wel goed, ja. Zes jaar. Ja. Nou, gefeliciteerd. Nou ga je zien hoe ik hole-in-one doe. Nou, dan gaan we maar eens even zien dan. Hij bakt er ook niks van, hoor. Weet ik zeker. Nou, dan gaan we maar eens even kijken. Hoe hij slaat en dan ga ik lekker in de weg staan. Oh. Nou, hetzelfde als mij. Ja, maar dit kan ook wel even niet anders. En ik struikelde bij mijn stick ook. Beetje van de rand. Dat mag. Nummer 2. Ach, wat jammer nou, hij rolt ook weer terug. En nou komt het pas, hè. Nou komt de hole in one, hoor. Ik denk nog twee keer. Ja, dit wordt drie, hè? Ja. Kijk. Minkies? Ik zei toch, nu nog één keer. Dan heb ik hem. Oh, ik zei het. Nee! Nog één keer dan. Nou, oké. Okay. Dit wordt nummer 5, hè? Ja. Vijf. Nou, toch eentje. Nou, eentje meer. Oh, ja. Eentje minder bedoel ik. Jij had er eentje meer. Ik heb er eentje minder. Ja. Hoeveel holes zijn het? Het zijn er 18. Ja, dat is meestal met midget golf. Meestal 18 holes. Oké. Dus dat is te doen. Nou, we zijn nu op de helft van de baan. En ik moet zeggen, hij is echt pittig. Hij is pittig. Je denkt elke keer van, oh yes. Weinig geslagen, maar toch... En dan valt het toch weer tegen. Dat valt echt tegen. Want, maar ik vind dat jij het goed doet. Ja, maar ik denk dat jij wel wint, of niet? Ik heb geen idee, want ik heb ook best veel achter eigenlijk. Ja, maar ik ook toch? Ja, bij jou valt echt mee. Oh. Oké. Komt er, we zien straks wel wie er wint. Nou, we gaan naar hole 9. Maar ik ga er alles aan doen zodat ik win natuurlijk. Dus komt goed. Oh. Oeh, hè? Dat was gemeen, joh. Dat was heel gemeen. Dit is nou 7. Nou, 7. Wat bedoel ik nou? Het is nog best moeilijk. Ja, maar het is beter dan een 8, hè? Ja, dat is waar. Nou, we zijn aangekomen bij de laatste hole. En ik merk dat Jim mij gewoon heel de tijd nadoet. En daardoor heeft hij net zoveel punten als mij elke keer. Denk ik. En daardoor wint hij, denk ik ook. Ik heb bijna gewonnen. Ja, zeggen ze allemaal. Nee, maar het is echt zo. Kijk maar. We gaan hem dadelijk eens uitzoeken. Laatste, hè? Succes. Oh, hallo. Nou, 3 keer. Knap. Nou, klaar voor? Ik ben er klaar voor. Alleen jou het in 3, hè? Ja, ik had het in 3. Ik zat er ook een keer. Oh! 3 keer dan! Drie keer. Nou, die ging wel goed. Hij ging goed.
ging goed. En 3 keer. Ik ben benieuwd wie er gewonnen heeft. Ja, ik ook. Moeten we even rekenen. Ja, gaan we dadelijk heel even rekenen met lekker wat drinken. Is goed. Gaan we lekker binnen zitten. Reken er maar niet op. Nou, we gaan de punten optellen van de Midget Golf. Een rekenmachientje erbij pakken. Is 103. Voor wie? Voor jou. Oh, 103 voor mij. 97. Oh, dus dat betekent dat jij gewonnen hebt? Dan heb ik gewonnen. Ah, nee hè. Ja. Sorry. Maar jij deed me ook de hele tijd na. Misschien was dat ook niet zo verstandig. Nee, misschien had ik een andere tactiek moeten gebruiken inderdaad. Ja. Nu gaan we dadelijk lekker een frietje eten met bittergarnituur. Ja, en lekker. Straks gaan we zwemmen. Ik ga zwemmen. In Bacardi Lemon. Een hele goede morgen allemaal. Goedemorgen. Het is alweer 9:30 en we zijn vroeg op pad, want we gaan naar de dierentuin. Yeah. We gaan naar Zoopark Overloon. Dus daar gaan we nou naartoe. Dus we hebben er zin in. Gezellig. Ik ben benieuwd of de witte tijgers er nog zitten. Ik hoop het wel, want ze zijn echt heel mooi. Dus, ik ben benieuwd. Ja, net lekker ontbeten. En dan starten we weer een nieuwe dag. Gisteravond lekker gezwommen. Ja. Lekker, die wildwaterbaan is echt heel erg leuk. Ze hebben veel glijbaan hier. Ja, ze hebben veel, ja. Ja. Ja, we zijn in Zoopark Overloon. Yes. Het was niet zo heel lang rijden, gelukkig. We nemen weer avontuurlijke paden. Ja, Zoopark Overloon heeft zulke leuke paadjes. Ja, ik merk het. Ik vind het heel leuk. Leuk gedaan. Leuk gedaan, ja. Naast de gewone paden heb je ook blijkbaar avontuurlijke paden. Jij vond de dierentuin. Ik vond het echt een hele leuke dierentuin. Ik vond het ook een hele mooie dierentuin. Ja, ik ook. Ja. Nu gaan we, het is ongeveer, ik weet niet. We hebben het park bijna 2 keer rond gehad en het is pas 3:05. Ja, het is heel raar, want de tijd ging heel langzaam, maar we hebben het heel leuk gehad. Ja, we hebben het heel leuk gehad. Ja. Veel foto's gemaakt en filmpjes. Ja. Dus het is wel raar eigenlijk. Ja, ja ik, voor mijn gevoel is het al later in de middag. Precies. Maar... Wat ga je doen? Nou, we gaan naar de manege. Naar de manege? Ja, want ik ga een buitenrit maken. Oh? Ja. En dat vind ik hartstikke leuk. Met een paard? Met een paard of pony. Ik weet niet waar ik op word gezet. Oh, nou leuk. Ja. Lief, hè? Ja, heel lief. Maar jij mag zo beginnen, hè? Ja, ik krijg een privébosrit. Privé, hè? Ja. Ja. Heel leuk, want normaal zijn er meerdere of zo, maar er zijn geen aanmeldingen, dus... Nee, ja. Nou, bof jij even. En dan of ik kon kiezen tussen een privéles, maar ja, dat hoef ik niet eigenlijk, want dat heb ik al heel vaak. Ja. En een bosrit vind ik hier bijzonder. Ja. Het is vandaag donderdag en Tanisha gaat een buitenrit maken op het paard. En terwijl ze dat doet, ga ik wandelen. Ja. Ik ga denk ik gewoon even rond de vijver wandelen of het water. En dan zie ik wel waar ik uitkom. Heb je zo'n toren en dan kan je ook vanaf takelen, hoe noem je dat, vanaf glijden zeg maar met zo'n soort kabel.
mooi. Heerlijk. Wat misschien ook nog even leuk is om te vertellen, is dat we op Team Park Vlogs allerlei afspeellijsten hebben. We hebben diverse afspeellijsten van pretparken, dagjes uit, onrides en nog veel meer. Dus dat kan je zeker even bekijken, dat is heel leuk. Verschillende categorieën. Dus zeker even doen. Nou, Jim die zou me eigenlijk ophalen bij de manege. Maar volgens mij is hij een beetje de tijd vergeten of zo. Of ik weet het niet. Ik weet ook eigenlijk niet hoe laat het is, want ik heb helemaal geen horloge of niks. Ik heb geen telefoon bij. Maar buiten het was echt super gaaf. Ik heb mooie beelden kunnen maken, dus die kunnen jullie zien. Dus ik vond het echt heel leuk. Ik had echt een lief paard. Bolt heette die. Kruising met een Fries. En ja, daar voelde je ook wel echt met rijden. Maar ik vond het echt leuk. Ik heb Jim weer gevonden! Ja! Ja. Ik vond het paardrijden echt super leuk. Heb ik net ook al gezegd. Maar echt, het was echt leuk. Leuke rit. Lekker privé. Dus ik kon lekker galopperen. Ja, je hebt weer geluk gehad dat je alleen ja, was. Dat voelde echt zo vrij. We komen net van de hotelkamer af. Want we hebben eventjes lekker gerust. Ja. Want daar had ik wel even nodig naar zo'n buitenritje. En we zijn net heel eventjes bij de bowlingbaan wezen kijken. En die ziet er wel heel erg leuk uit. Ja, we hebben alleen zelf nog niet gebold. Nee, misschien dat we dat nog gaan doen, maar dan moeten we wel even kijken. Even kijken, ja. Ja. Maar dus, voor mensen die hier willen bowlen is het een hele bowlingbaan. Leuke baan, ja. Je hebt, mooi met thema. Ja, je hebt voor kinderen ook zo'n soort glijbaantje, zeg maar, dat je de ballen vanaf kan laten rollen. Dat je makkelijk kan laten rollen, ja. Ja. En bij die bowlingbaan heb je ook een bierbar of zoiets. Ja. Dus, ja. Ik vind ook op de banen is mooie verlichting en zo. Ja, leuke verlichting. Dus, leuk. Ja, nu gaan we weer even wat rondlopen en kijken of we weer meer wat zien. Ja. En straks gaan we zwemmen. Wat nieuw is bij Center Parks is dat jij een soort horlogeachtig bandje om hebt. Ja. Kijk, Jim laat even zien. Zo'n bandje. Dat is voor je kluissleutel bij het zwemmen. Dat is je cottage sleutel. Daar staan al je activiteitsvouwtjes op en zo. Ja. Maar ik kijk dan heel de tijd van hoe laat is het. En dan kijk ik gewoon de hele tijd op dat ding. Dat is wel, maar dat is nieuw dus. En ik vind het wel echt heel makkelijk. Het is een heel handig systeem. Ja, het is een heel handig systeem inderdaad. Het is niet elke keer met sleuteltjes en zo. Nee, en op zwemmen kun je dat gewoon omlaten. Ja, want bij de kluisjes van het zwembad is het ook, hè? Ja, kun je ook gewoon zo tegenaan houden en dan... Ja, het is heel makkelijk. Echt heel fijn. Ja. Goed idee. In een mooie heidebos. Een mooi subtropisch zwembad is dat. Ja. Lekker hè? Echt heerlijk. Mooi zwembad is het ook. Ja, leuke glijbanen. Ja, leuke glijbanen. Ook veel glijbanen. Nee, het is best leuk hoor. Rustige stroomversnelling, want we hebben dadelijk gewoon echt een krachtige stroomversnelling. Dus echt ook de krachtigste stroomversnelling van het
Weidebos is de Duo Racer. We hebben hem maandag al een keer geprobeerd en we vonden hem wel heel leuk. Alleen de score en de tijd worden niet goed aangegeven helaas. Maar ja, het is wel echt een leuke glijbaan. Die gaan we nou weer even doen. Ik moet liggen, want dan ga je sneller, maar ik ben nou toch geen valse start. En hier is Jim. Hij vliegt er vandoor. Maar ik zit, dus ik doe even nou gewoon hem aan. Dag! We komen nu net terug van het zwemmen. En we hebben net lekker frietjes gegeten. Want daar hadden we gewoon lekker zin in. Het is tenslotte vakantie. En we zijn nu best wel moe. Dus we blijven ook lekker op onze hotelkamer om lekker uit te rusten. Maar morgen hebben we ook weer een lange dag. Ja, leuke dag, lange dag. We gaan denk ik morgen lekker wandelen of allemaal leuke activiteiten doen nog. Goedemorgen allemaal vanuit het hotel in Santa Barbara hier. Het is vandaag vrijdag en dat is alweer bijna de allerlaatste dag van onze vakantie. Helaas, hè? Ja. We gaan nu lekker ontbijten. Ik heb lekker een broodje met crumble ei, geraspte kaas en paprikaatjes. En Jim heeft lekker worstjes met ei. Als iemand weet hoe die worstjes heten, zijn hele lekkere worstjes, dus wij willen daar graag weten hoe die heten. Dus laat het hieronder weten in de reactie. Wat doe je nou? Lekker drinken gehaald. Ja, ik heb voor jou drinken gehaald. Oh, dankjewel. Maar ik kom er later pas achter dat deze groot was. Maakt niet uit. Ga je nou weer? Nou, we zijn aangekomen bij de Maasduinen. Ik had het net verkeerd, want ik zei Maashorst, maar het is Maasduinen. Ja. Dus, en we zijn geparkeerd bij de sluis. De sluis? Ja, de sluis. Oh, de sluis. Want hier heb je hierachter, hier zo achter, heb je een hele grote watersluis. En die laten we zo wel even zien, natuurlijk. Maar het is wel een heel mooi gezicht. Er is ook een restaurant bij en er is ook een bezoekerscentrum bij. Ik weet niet of hij vandaag open is. Ik dacht dat ik had gelezen dat vanwege corona dat hij dicht was. Maar we gaan eens even kijken wat hier te beleven valt. We lopen nu door de sluis heen. Want de sluis wordt niet meer gebruikt volgens mij. Anders heb je dit natuurlijk niet. De... Grappig. Nee, ja, wel leuk gedaan eigenlijk als hij het zou doen. Ja, zeker voor kinderen is dat wel heel leuk. Ja. Ik zie allemaal dingen voor kinderen weer. Net als in, oh, ja. In Zoo Park Overloop. Allemaal van die obstakeltjes. Obstakeltjes en avontuurlijke dingen. Leuke speelelementen. Ja, grappig. Ja. Het is wel een mooi uitzicht hier zo op de brug. We staan nu op een brug en dan zie je hier achter mij heel mooi uitzicht over het water en dan daarachter. Ja, echt heel mooi. Het landschap, ja. En zo kan je hier helemaal rondkijken en allemaal mooie natuur. Dan komen we net van die brug af en dan zien we ineens hier een soort speeltuin liggen. Een, de boskoel of zo, ja. Het is een speelplaats in het bos. Dat is wel leuk. Ik heb hier mijn eigen aap.
zijn we? Ja, we zijn heel even in Toverland. Ja. Ja, want dat konden we niet laten. Want we gaan toch naar ABC Zevenum. Dus dachten van, nou, dan gaan we ook wel even hier langs, hè. Ja, dus we waren hier ook iets te vroeg. Ja, we zijn ook te vroeg. Ja, dat deden we expres eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. We hadden ook wat vraagjes, dus ja, gingen we even hierheen. Ja. Dus, en, ja, maar we gaan niet in achtbaan of zo. Nee, we... Even... Eeuw! Oh, ik liep bijna op de slak. Dat is wel een joekel. Ach ja. Maar ah, ja, we gaan niet in achtbanen. Nee, we hebben net de kleren aan en zo. Dus, maar we gaan wel even ja, het sfeertje ja, meepakken van ja. Toverland even. Theepopjes van Toverland. Die zijn we echt nog nooit in geweest. Nee. Dus, een soort musje kannibaal, hè? Ja. Hier kunnen we nog wel in. Met theepotjes. Ja. Kun je hier wel draaien? Weet ik niet. Ja. Ik kan niet. Nee, je kan niet draaien. Dat is leuk. Ik kan gewoon draaien. Oh, we kunnen heel hard gaan. Oh, nee, nee, nee. Lekker ja, eten. We hebben echt gesmuld, 3 uur lang. Ja, wel met tussenpauze natuurlijk. Ja. Maar we hebben echt lekker genoten. Genoeg keuze weer. Ja, genoeg keuze zeker. Echt lekker gesmuld. Lekker onbeperkt, hè? Ja, dat is heerlijk. En dit was een... Goeie afsluiten. Hoor je dat ook? Okay? Goeie afsluiten van onze vakantie. Ja. Morgen laatste dagje. We gaan er wel iets leuks van maken, zeker. Ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het is vandaag onze vertrekdag. Vandaag moeten we om 10 uur uit huisje zijn. Dus ik dacht, nou, dan zet ik om 7 uur de wekker. Kunnen we alles rustig aandoen. Het is nu, even kijken, 8:15. En we hebben al onze spullen in de auto gezet, net. Ja. Dus we zijn lekker vroeg. Had ik niet verwacht. Nee, we moeten alleen nog ontbijten. Ja, en onze andere tas nog even pakken. Ja. Maar ja, dit had ik dus niet verwacht, dat ik we zo snel dat we zo snel waren. Nou, het scheelt natuurlijk dat we al wat spullen hadden ingepakt. Ja. Hij komt niet vooruit, sorry. Hé, hij zit ook helemaal vast. Ik geef de boek om. Niet weg zonder te waterfietsen natuurlijk, hè? Want dat moeten we erin houden, hè? Met de boot. Ja, zeker. Alleen dit bootje is niet zo fijn dan die van... Van Hutheugde, ja. Hutheugde had fijnere waterfiets. Ja. En wat vond jij het allerleukste aan deze vakantie? Aan deze vakantie? Ja. Ik kan eigenlijk niet kiezen. Ik vond echt... Ja, eigenlijk alles... Ja, ik kon ook niet kiezen, hoor. Ik vond alles wel leuk, eigenlijk. Ja. Ik vond ook echt alles leuk. We hebben veel gedaan. Ja. Maar alles wat we hebben gedaan was ook echt gewoon leuk. Ja, alles. En het zwemmen vond ik ook leuk. Ja, ik ook. En dierentuin. Dierentuin sowieso. Ja. Ja, uit eten. Mooie dierentuin, dus dat was ook heel leuk. Maar kijk, zelfs het waterfietsen vind ik leuk. Ja, ik ook. En dat soort dingen. Dus ja. ik geniet eigenlijk van alles hier. Ja, ik ook. Ja. Dus en die. Ik vind het jammer dat we weggaan. Ja, helaas sluiten we deze leuke vakantie af met het waterfietsen. Ja. En dus ook de vlog loopt ten einde helaas. Ja. Vond je dit nou een leuke video? Geef dan een dikke duim. Duim omhoog. Ja. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal voor nog meer leuke video's. Ja, zeker doen. Kijk vooral... En op het belletje klikken. Ja, klik vooral op het belletje om niks te missen van ons. Krijg je allemaal meldingen van... nieuwe video's. Ja, kijk ook vooral de Centerparks vlog van Hutheugde terug. Die is ook heel leuk. Ja. En zo staan er nog veel meer leuke video's trouwens op ons kanaal. Dus, ja. Ja,
kun je even een kijkje nemen. Ja. Op 10 parkvlogs. Op 10 parkvlogs. En dan zeggen wij vanuit de waterfiets zeggen in het Centerparks Heidewas. Tot de volgende. Doei.